Oh, grote fout van Christian Koem. Nou, dan moet hier de 1-0 komen. Jawel, daar is de 1-0. Prima uitgespeeld door Joshua John, maar wat een enorme fout in de defensie bij ADO. En een goede kopbal en de goal. Prima doelpunt. Het is Chaba Horvat, de nieuwe man van ADO, die bij zijn debuut direct een doelpunt maakt. Het is gelijk op het kasteel. Oh, ook dat is een fout van Rutjes. Soltani heeft veel tijd nodig, krijgt een strafschop. Is geraakt door Wapenaar, zo oordeelt scheidsrechter Blom. Geel voor Wapenaar. En een strafschop voor ADO Den Haag. En achter de bal voor ADO, Juri Cornelissen. Voor zijn eerste van het seizoen. En zeer zuiver ingeschoten. Ami. Handig. Cornelissen komt niet tot een schot. Dankzij Caracciolo. Soltani. Ja, die bal valt goed. Valt goed voor Knopper. Het is 1-3. Touzani. Probeert dus met een afstandsschot. Krijgt een herkansing. Overtreding Rankovic. Daar komt de volgende gele kaart. Sterker nog, het is een rode kaart voor Rankovic. En dus moet ADO met 10 verder. Er zal ingegrepen moeten worden door Wetzel naar de rode kaart van Rankovic. Maar waarschijnlijk... Nee, de wissel gaat toch komen voordat de vrije trap wordt genomen. Soltani, een aanvaller, is naar de kant gehaald. Nou, hij staat er nog. Volgens mij staan er nu 11 bij ADO, dat kan de bedoeling niet zijn. Nou ja, desalniettemin de vrije trap. En dat levert een doelpunt op. Juri Rozen. Bij ADO zijn ze nu boos. Wetzel loopt het veld in. Volgens mij geeft hij aan, inderdaad, Soltani moet er nog vanaf. Maar ja, doelpunt, dat telt. 2-3. Wat een merkwaardige situatie, nog nooit gezien. Wetzel zegt, Soltani staat nog op het veld. En nu gaat Blom eens even praten. Overleg. Wat een merkwaardige situatie. Ja, precies, er wordt geroepen. Hij is er nog niet eens uit. Soltani stond er nog. Nu toch Knopper met een vrije trap en een goal. Wat een beauty van Richard Knopper, zijn tweede. Zo doen de nieuwe mannen bij ADO het goed. Zoals bijvoorbeeld deze Caracciolo. 5-2. Hij kan het zelf niet geloven.